Deze week is het de week van de pleegzorg. En Nijmeegs wethouder Bert Vrinks ging daarom langs bij twee pleegouders. Er is namelijk een tekort aan pleegouders in Nijmegen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het aantal mensen wat zich aanmeldt voor pleegzorg loopt nog niet storm. Dus dan mag best nog wel een onsje meer. Maar het is ook wel ingewikkeld, want je begint nogal ergens aan. En je moet er niet lichtzinnig aan beginnen, want elke mislukte plaatsing is niet alleen een ramp voor de kinderen, maar ook een ramp voor die pleegouder. Renske Tummes en Ad Gerrit zijn samen pleegouders van twee jongens. Renske vertelt over het begin van haar pleegouderschap. Nou, in het begin was het niet makkelijk, want een van hun is autistisch, dus die heeft moeite met alle veranderingen. Dus die moest echt heel erg wennen. En wij hebben ook moeten zoeken van hoe kunnen wij de overstap makkelijker maken. We hebben een vast patroon van... Grasmaaien vinden ze leuk, dus we beginnen met grasmaaien en we eten altijd tomatensoep met pannenkoeken. En dat is voor hun duidelijk en voor ons ook makkelijk en dat werkt. Dat het bij Renske en Ad zo goed werkt is een uitkomst, want Vrinks vindt pleegouders erg belangrijk. Pleegouders zijn heel belangrijk omdat we vinden dat kinderen eigenlijk zo normaal mogelijk moeten opgroeien. En als kinderen het huis uitgeplaatst worden, dan hebben we het liefst dat ze toch in een gezinssituatie blijven. Maar Ad vertelt dat het pleegouderschap ook lastige punten heeft. Het is een klein beetje een uitdaging soms om te zoeken naar een midden tussen ouder zijn, maar tegelijkertijd weten van je bent maar heel beperkt ouder. Dus je moet ook niet te veel ambities hebben om van alles te willen veranderen bij die kinderen, want dat is je rol niet. Maar dat is soms een beetje zoeken van hoe je daarmee omgaat. Uiteindelijk weet Vrinks wel hoe het tekort opgelost kan worden. Bekendheid. Dus eigenlijk het enige zorgen dat ervaringen gedeeld worden, zorgen dat de pleegouders in beeld komen die vertellen hoe het is en dan wel eerlijk vertellen. Dus ook wat zijn de mooie dingen, wat zijn de moeilijke dingen.